Hallo, ik ben Petra van Precious Angels Solutions. Ik ben manifestatie- en motivatiecoach en ik help jullie, particulieren en ondernemers, bij het manifesteren van je ideeën, je wensen en je dromen. En dit door de kunst van het bewust manifesteren aan te leren, zodat jij het leven kan manifesteren van jouw dromen. Hier weer een nieuwe tarotkaartlegging: hoop, angst, mogelijkheden voor jullie. En de drie kaartjes die ik voor deze week getrokken heb zijn de kaarten Bekers 3, Koning van Bekers en Koningin van Zwaarden. Bekers staan voor emoties, dus twee bekerskaarten kunnen betekenen dat er deze week iets speelt op emotioneel vlak voor jou. Op het eerste vakje hoop ligt het kaartje Bekers 3. En bekers 3 staat voor feestvieren, blijdschap, zorgeloosheid en dankbaarheid. De kaart geeft aan dat je hoopt om iets te bereiken of te krijgen wat erg waardevol en belangrijk is voor je. Deze gebeurtenis zorgt ervoor dat je hoopt dat je jezelf gelukkig voelt en tevreden en dankbaar voor het resultaat. Wat is er mooier dan samenkomen in vrolijkheid en vreugde? Als je het aan deze drie heksen vraagt, zeggen ze: niet veel. Ze zijn misschien van verschillende leeftijden en van verschillende paden, maar ze steunen elkaars inspanningen en moedigen elkaar aan in goede en slechte dagen. Op deze dag vieren ze misschien de prestatie die iemand heeft geleverd, of genieten ze gewoon van het moment. Wat maakt het uit? Ze zijn samen, de maan staat boven hun hoofd. En dat is reden genoeg om te dansen. Bekers 3 vertegenwoordigt bijna altijd een groep vrouwen, hoewel er niets is dat zegt dat het niet zou kunnen staan voor een ondersteunende groep mensen. Het kunnen familie of vrienden zijn, maar hoe dan ook, je hoopt dat je erop kan vertrouwen dat deze specifieke mensen er voor je zijn. Met wie hoop jij feest te vieren in je leven? Misschien hoop je om je eigen kring van vriendelijke zielen te creëren. Hopelijk heb je het geluk te weten voor wie deze heksen in je leven staan en deel je binnenkort de vreugde met hen. Zoals ik altijd zeg, drukt hoop wel vrees uit, angst. Je hoopt iets, maar je bent bang dat. Dus dat betekent dat je nog niet echt gelooft dat wat je wenst, dat je dit ook zal krijgen. Je kan echter je angst onder ogen zien, deze angst aanpakken en je er niet door laten verlammen, maar het eens grondig analyseren om dan misschien tot het besef te komen dat je angst grotendeels ongegrond is of voortkomt uit een gevoel van wantrouwen of te weinig zelfvertrouwen. Weet dat je je angsten altijd kan overwinnen. We zullen daarvoor even verder kijken hè, naar het vakje angst. En daar ligt het kaartje Koning van Bekers. Dan zullen we te weten komen waarvoor jij zo bang bent. Koning van Bekers staat voor gevoelskracht, diepgaande gevoelens, emoties, creativiteit, je zoeken naar transcendente ervaringen, verlossing en mystieke eenwording met de oerkracht. Dit kan alleen ervaren worden door iemand die zich openstelt voor zijn intuïtie en bereid is zich te laten raken of aanraken. De kaart geeft je eigen wil aan om steeds meer je gevoelens en talenten te gebruiken, zodat je de vibraties die je oppikt vorm kan geven in muziek, poëzie of andere kunstuitingen. Het kaartje zegt dan ook: ik beheers mijn emoties, ze regeren mij niet. Het is goed om de controle te hebben, maar pas op dat je je niet te veel van anderen afzondert. Als deze koning van bekers iemand anders vertegenwoordigt, staat hij waarschijnlijk voor iemand die een machtsfiguur in je leven is, maar die een beetje emotionele afstand bewaart, ongeacht de relatie. Hij kan ondersteunend zijn, zelfs liefdevol, maar ook een beetje op zijn hoede om erbij betrokken te raken. Hij is tenslotte wijs en ervaren en weet dat liefde ingewikkeld kan zijn. Als jij jezelf in deze koning van bekers herkent, dan kan dit een goed moment zijn om je interacties met anderen nader te bekijken. Ben je bereid om te helpen, zolang je maar niet te dichtbij hoeft te komen? Als je je hart iets te veilig houdt, is het misschien tijd om je eiland te verlaten. En je bij de rest van de wereld te voegen. Is dit misschien jouw angst? Dat je bang bent dat je je te veel zal openstellen naar een bepaald iemand toe? Ben je bang dat jouw emotionele afstand mensen wegjaagt? Ben je bang om te dichtbij te komen of om je ware zelf te laten zien? Of andersom, ben je misschien bang voor de emotionele afstand van die persoon? Bang voor wat deze afwijzing met je doet? Daar dit een algemene weeklegging is, heb ik er een beetje het raden naar. Enkel als je een concrete vraag hebt of met een bepaalde situatie zit of een probleem, dan kan ik je gerichter antwoorden. Voel je dus zeker vrij om een reactie te geven in de opmerkingen onder deze video of als je een specifieke vraag, situatie of probleem hebt. Dan zal ik de volgende weeklegging daarop richten. Dan krijg je als het ware een gratis weeklegging afgestemd op jouw situatie of probleem. We zullen dan meteen even verder kijken wat de mogelijkheden zijn. En op dit vakje mogelijkheden ligt het kaartje Koningin van Zwaarden. Koningin van Zwaarden staat voor vrijheid, onafhankelijkheid, verstandig zijn. Rijkdom aan ideeën en het vermogen om snel te bevatten. De kaart geeft de capaciteit aan om met behulp van je verstand problemen op te lossen en tot hogere inzichten te komen. Hierbij geeft Koningin van Zwaarden de kracht om in de veelheid van tot zichzelf niet te verliezen in twijfel en piekeren. Je blijft een helder inzicht in het geheel houden. Koningin van Zwaarden kan door haar kennis zichzelf vrijmaken van afhankelijkheid. Het kaartje zegt: Soms moet je de onzin doorbreken en de leiding nemen over je eigen leven. De Koningin van Zwaarden is een wijze en ervaren vrouw, kalm en koel. Cool. Wat je ook doet, probeer niet tegen haar te liegen. Haar zwaard is niet alleen ter decoratie. Ze zal fel zijn in de verdediging van wat goed voelt. En ze zal iedereen te hulp komen die onder haar bescherming staat. Zorg ervoor dat je aan haar goede kant blijft. En ze zal een bondgenoot zijn als je er een nodig hebt. En als de koningin van zwaarte misschien iemand anders vertegenwoordigt, kan zij een oudere vrouw zijn of iemand met macht in jouw leven. Je herkent haar aan haar nadruk op waarheid en eerlijk spel. Je kan op haar rekenen voor hulp, Zolang je bereid bent je aan haar regels te houden. Als de koningin jou vertegenwoordigt, zijn jouw kracht en intelligentie duidelijk voor anderen. Helaas vinden sommigen deze eigenschappen misschien intimiderend, dus wees voorzichtig en wees toch niet te koel cool en afstandelijk in de omgang met anderen. Maar wees ook niet bang om je intellect en je licht te laten schijnen. Wijsheid en helderheid van denken zijn goede dingen om te hebben in een verwarrende wereld. Dus misschien is een mogelijkheid om je toch wat meer open te stellen, je wat kwetsbaarder op te stellen. Wat heb je eigenlijk te verliezen? Als jij je echte ik toont, dan verdient dat alleen maar respect, toch? En dan is het te nemen of te laten, hè? Het leven gaat verder en de mensen die mee op jouw pad willen verder gaan en willen groeien, die zullen je wel tegemoet komen. En andere mensen zullen dan weer een ander pad nemen, ieder zijn eigen weg. En dat is oké. Okay. Heb gewoon vertrouwen dat de juiste persoon op het juiste moment in jouw leven komt. En ondertussen, genietend van de weg ernaartoe, heb je de tijd om aan jezelf te werken. Of iets nieuws bij te leren. Het leven gaat altijd vooruit. Leven is verandering en verandering is het leven. Geniet ervan. En wees altijd dankbaar voor hetgeen je al hebt in je leven. Het zal de weg en deuren voor je openen naar meer goeds. Ik wens jou alvast heel veel mogelijke nieuwe open deuren en dat jij kan kiezen welke deur je achter je dicht trekt en welke je opendoet. Heel veel geluk alvast. En door dagelijks positieve affirmaties te gebruiken, zal je ook meer mooie dingen in je leven manifesteren. Voilà, dat was mijn legging voor deze week. En zoals eerder gezegd, stuur gerust een vraag, een situatie of probleem door via de opmerkingen onderaan deze video. En dan kan ik een gerichte legging voor je doen, die een voorbeeld kan zijn ook voor andere mensen. Of als jij graag liever een privé, persoonlijke tarotkaartlegging op maat van jouw situatie of probleem wil aanvragen, dan kan dit altijd via mijn website www.preciousangelssolutions.com onder het tabblad Sessies en Consulten. Dan neem ik voor jou een privé YouTube video op en dan bezorg ik je je persoonlijke link per e-mail, zodat jij jouw video op het gemakje en in alle rust kan bekijken. Voor deze tarotlegging betaal je momenteel slechts 20 euro. Ook een legging verleden heden toekomst of situatie uitdaging uitkomst behoort tot de mogelijkheden. En als jij het gevoel hebt dat je er helemaal niet uitkomt alleen, als je het bos door de bomen niet meer ziet, als je aan het einde van je Latijn bent en een luisterend oor kan gebruiken, kan je bij mij ook een persoonlijke coachingsessie boeken, zodat ik je bij de arm kan nemen en de nodige ondersteuning, hulp, tips en advies kan meegeven om een mooier, positiever, liefdevoller, vreugdevoller leven te manifesteren. Je kan alle mogelijkheden ook bekijken via mijn website www.preciousangelsolutions.com onder het tabblad coaching. Ik ga trouwens binnenkort ook langere trajecten aanbieden, omdat ik ervan overtuigd ben dat het integreren van bewust manifesteren in je leven op langere termijn veel meer resultaat zal opleveren. En mag ik jullie dan nog even vragen of je deze video even een like wil geven? En vergeet ook niet op de abonneren-knop te klikken om een melding te krijgen als ik een nieuwe video post. Hartelijk dank alvast! Dan wens ik je alvast een hele fijne week met alleen maar verschillende open deuren en aan jou de keuze welke deuren je graag wil sluiten en welke je graag wil openen. Tot de volgende reading op mijn YouTube kanaal. Daag.